De regering gaat niet licht om met het probleem van de vuilstortplaats Ornamibo. Gisteren heeft een delegatie onder leiding van districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuidoost polshoogte genomen van de ontwikkeling die zich ter plekke voordoen. De delegatie was daarbij vergezeld van de leiding van het NCCR. De grote rookontwikkeling veroorzaakt door de brand die enkele dagen heeft gewoed en de grote stank waren daar de aanleiding toe. De delegatie is echter ook geconfronteerd met een spontane en felle protestactie. Ik weet dat u als omliggende burger dicht bij Ornamibo heel erg ontevreden bent op dit moment. Ik ga met u mee. En het is niet dat we geen respect tonen en geen werkzaamheden uitvoeren om het tot het minimale te beperken. Ik vraag u bij deze uw begrip. We zijn eenmaal 24 uur bezig met de brandweer, met NCCR, met BOG, met de bestuursambtenaren en u als burger. Komt u naar ons toe, laten we gezamenlijk zitten en een behoorlijke oplossing uitwerken. Deze konja, attack om oorrekening, maar onlange om oorrekening. Oké. Okay. Onlange om oorrekening. Onafvoerastree of onafvoerastree? Onafvoerastree. Willen jullie die situatie zo doorhebben of niet? Nee. Dus er moet oplossing komen. Die oplossing is niet om afgeduld. Geduld heeft voorroeperen, geduld heeft je gezondheid. Als ze morgen landbouwvliegtuigen of anderszins niet inzetten om alvast vuur hier te doven, uit te maken, dan gaan we dinsdag andere actie voeren. Dat is één. Ten tweede willen we vragen dat de regering binnen enkele dagen met een serieuze oplossing komt dat stortplaats ergens anders naartoe gaat. Zijn jullie mee eens of niet? DNA-lid Aziz Kumar Gayadin, die ook buurtbewoner is. Aan DC Hankers is de roep van de bewoners voorgehouden om de vuilstortplaats te verplaatsen. Zij geeft aan dat er daarvoor know-how, oftewel kennis en ervaring. Ik weet dat deze vuilnisbelt een tijdelijke vuilnisbelt was toen ter tijd. Sowieso neem ik het mee en ook kenbaar gaan maken dat we een strategische plek moeten gaan zoeken en de werkzaamheden ook wel effectiever gaan aanpakken. We doen ons uiterste best. Ik ga niet zeggen morgen of overmorgen. Laten we uitgaan van dat het een week zo nog minimaal zal duren. Of maximaal bij wijze van praten. Maar we zijn afhankelijk van weersomstandigheden natuurlijk. Bereikbaarheid van water, want we onttrekken water uit de Parkreek ook. Hebben we te maken met de getijden ook, eb en vloed. Daarmee dienen we ook rekening te houden. Bij app, dat proberen we een beetje uit te rusten natuurlijk. En dan pakken we bij vloed de zaken weer aan. Brandweercommandant Rajan Yakari, die verder aangeeft dat de brandweer al bijkans 6 dagen bezig was om het vuur onder controle te krijgen. Intussen verneemt onze nieuwsdienst dat verschillende scholen in de buurt hun deuren hebben moeten sluiten vanwege de onhoudbare stanken.